Toen de portefeuilles in de coalitie van Nijmegen werden verdeeld, kreeg D66-wethouder Grete Visser tot haar eigen verbazing dierenwelzijn op haar bordje. De Partij voor de Dieren had bij de verkiezingen twee zetels gekregen. Ze zaten weliswaar niet in het nieuwe college, maar een post dierenwelzijn was toch wel het minste wat ze aan hun kiezers verplicht waren. De overige wethouders dachten bij zichzelf: die Grete heeft altijd in de zorg gewerkt. Ze kan de zorg voor dieren er best wel bij hebben. Al dus geschieden. Grete kreeg de primeur voor de eerste keer in de Nijmeegse geschiedenis een wethouder dierenwelzijn. Ook in Groesbeek zijn vergevorderde plannen voor de oprichting van een lokale afdeling van de Partij voor de Dieren. Het is nu harder noodzakelijk dan ooit tevoren, al dus een van de initiatiefnemers. Het welzijn van de dieren in Groesbeek ligt zwaar onder druk. In niet mis te verstaande woorden werd mij in een lange monoloog uitleg gegeven waarom een partij voor de dieren opgericht gaat worden in Groesbeek. Meneer Kantrein, het is allemaal begonnen met die van de potgerukte bewoners van de appartementen in het centrum. Zij zijn bij de gemeente gaan klagen omdat de kikkers in de vijver voor hun appartement te hard kwaken. Nou ja, zeg. Als er iemand bij de gemeente zou moeten gaan klagen, dan zijn het die kikkers zelf wel. Hen is rust beloofd in de vijver, maar de gemeente doet er alles aan om die rust te verstoren. Bij de komende herinrichting van de markt blijven er nog steeds te veel parkeerplaatsen. De kermis maakt een klerenherrie, dan nog de vierdaagse feesten, de bierfeesten en de tent met carnaval. Zie dan als kikker maar eens rustig te blijven. Het houdt een keer op voor ze. En wat te denken van het wolvenprotocol waaraan de gemeente zit te denken? De hele wereld spreekt er schande van dat Donald Trump een muur wil bouwen aan de grens met Mexico. En wat wil onze gemeente? Hekken plaatsen om de wolf buiten te houden die vanuit het Rijkswald deze kant op komt kuieren. Alsof het allemaal zomaar kan. Dacht het van niet. En afgelopen week weer dat gezeik in de Gelderlander over honderden goudvissen in de beek die door het centrum loopt. Die goudvissen worden door criticasters beschouwd als invasieve exoten, alsof het criminele asielzoekers zijn. Gelukkig is het college op dit punt tot inkeer gekomen door officieel te verklaren dat de goudvissen zich hoogstwaarschijnlijk niet zullen mengen met de inheemse karpers in de beek. Er zitten in het gemeentehuis dus ambtenaren die op dit punt hebben doorgestudeerd. Anders had het nooit zo mooi geformuleerd kunnen zijn. En daarom hebben de goudvissen van het college een voorlopige verblijfsvergunning gekregen. En terecht. Maar vlak ook de georganiseerde aanval op de Eikenprocessiurups niet uit. Volgende week willen de Groesbeekse Eikenprocessiurupsen op bedevaart naar Kevelaar. Ik hoop echt dat ze het gegund wordt. Ik heb de Groesbeekse initiatiefnemers geadviseerd contact op te nemen met Grete Visser in Nijmegen. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van dierenwelzijn. <tied> <tied>